Deventer heeft altijd een warm plekje in mijn hart en zal ook alles zo blijven. Ik ben hier opgegroeid, groot geworden, letterlijk een kilometer van de ijsbaan. Mijn hele jeugd tot 17, 18 jaar gewoond. Toen ik hier meer dan 20 jaar geleden begon met schaatsen, toen had ik gewoon echt al die droom. Ik wilde de beste schaatser worden van de wereld. Ik wilde Olympisch succes halen. Ready. Die droom ben ik nooit vergeten. En dan is hij al sneller dan voorbij. Dan rijdt hij in de bocht gewoon mee. Ik wilde altijd beter, ik wilde altijd meer, ook toen ik klein was. Dromen kunnen echt uitkomen en dat is denk ik goed om te onthouden. Als je het graag genoeg wil, als je er echt voor wil gaan, is er denk ik echt heel veel mogelijk. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de jeugd om ook te onthouden.